Een heel extra warm welkom voor Ton Gerbrands, die de eerste inleiding voor zijn rekening neemt straks. Een prachtig onderwerp. Je hebt een ervaring. Nou, ik denk gewoon dat sommige mensen denken, ik hoop dat het mij nooit overkomt. Maar jij hebt toch wel getoond dat je een club als manager en als algemeen directeur enorm verder kan helpen. En wij zijn natuurlijk ja, toch een beetje beroepsidioten. Dus we zijn toch wel ontzettend heel benieuwd hoe je dat allemaal geflikt hebt. Het ging vandaag over dilemma's. En waar ik het vandaag over ga hebben, is met name de periode dat in één keer, 2,5 jaar, 3 jaar geleden, een curator op de stoep stond. Toen, als je praat over dilemma's, en dan kan je het allemaal in boeken lezen en theoretisch vertellen, maar toen begon het feest echt aan u vertellen. Want toen kwam een curator en die had geen enkel belang om je club te redden. Want die moest gewoon geld hebben voor de schuldeisers en zorgen dat dat maximaal werd. En in één keer hadden we niks meer, we hadden geen eigenaar meer, we hadden geen hoofdsponsor meer. We hadden gigantische schulden. In één keer was het eigenlijk, ja, we wisten niet helemaal zeker of het weer later zou bestaan. En vervolgens hadden we een club aan de praat met voetballers, met 80 personeelsleden. En die wisten allemaal niet helemaal zeker meer over hoe het zou aflopen. Er werd mij wel eens een keer gevraagd, wat is nou het grote verschil tussen topsport en bedrijfsleven? En dat heb ik volgende gezegd. 80% in topsport is trainen en voorbereiden en 20% presteren. Dus als wij dus met dingen bezig zijn, dan ben je een week aan het trainen, maand aan het trainen voor een toernooi. Soms een week of vijf trainingen, je moet een wedstrijd gaan spelen. Dat is ongeveer de wereld van topsport. Het bedrijfsleven is voor hun gevoel bezig met 90% presteren. En hoezo voorbereiden? Wat gebeurt er bij AZ? Ik zal even de situatie schetsen wat er met mij gebeurde. Er gebeurde een aantal zaken. In één keer viel de eigenaar weg. Ik zal niet lang stilstaan, maar wel even beeld geven. Er kwam een curator. En de curator zei, luister, niks mee te maken. De club bestaat, ja of nee, dat goed georganiseerd is. Ik ga gewoon een aandeel verkopen. Hij had een aandeel op zijn bureau liggen en mocht ze verkopen. Wij wisten niet naar wie. Wij kregen direct allerlei doemdenkers. Die gingen vertellen dat de club er onderging, dat het afgelopen was. We hebben dan praatprogramma's die er allemaal hun mening over geven. Nou, dat is voor mij niet zo erg, maar mijn 80 personeelsleden kijken er ook naar. En die worden ermee geconfronteerd. Dus je hebt wel direct ermee te maken. Het begon als een zoektocht naar geldschieters. Media, die alleen maar over zetten praten waren, het afgelopen. En dat gaat terug naar de eerste visie. Dat is ongeveer wat er allemaal gebeurde. Personeel in complete onzekerheid. Kan ik u vertellen? 80 man voetballers die dachten, ja, hoe gaat het nu verder? Geen toekomstperspectief, dat was onduidelijk. En wat ook nog het ergste was, het ging dramatisch met die voetballers ook nog eens een keer. Een paar zaken erover. Zijn er een paar dingen belangrijk die wij heel snel doorgaan. Eén is, het is interessant allemaal te weten wat de motieven zijn van mensen. Ik kwam ook iemand tegen en zei, luister, er zijn 4 soorten hoofdmotieven waarom mensen dingen doen. Dingen meegemaakt die ik nooit meegemaakt heb. Ik heb heel veel geleerd in dat jaar. Ik kwam dingen tegen die ik nooit beleefd had. Maar dat kon ik achteraf zeggen. En je moet de omstandigheden wel een beetje in het oog houden. En dan denk ik, ja, dan verliezen mensen hun baan, dan gebeurt van alles, mensen raken geld kwijt, dus je moet wel een perspectief plaatsen. In resultaat kreeg de mensen, ging elke dag vragen hoe het weer was. Er waren van mensen een binding die zeiden, nou we moeten wel dat we doen samen, houden zaken aan de praat. En er waren dus ook mensen bij die zeiden, dat wordt niks. Dus de defensieve mensen, ja dat gaat helemaal fout. Dus de curator loopt heel rond en die beïnvloeden elkaar allemaal. Dus al dit soort motieven bij veranderingsprocessen komen eens tegen. Dus mensen die op de rem trappen, mensen die samen een keer gaan doen enzovoort. Dus dat is heel belangrijk als manager om te realiseren dat dit soort processen kunnen voorkomen. En wat ik vandaag zie doen, ik heb een aantal tips eruit gehaald. En een paar dingen ga ik erbij vertellen. Gewoon 10 lessen, ik denk die kan ik hier wel kwijt in deze zaal, over dingen die mij gebeurd zijn echt in de praktijk. Dus met andere woorden over dilemma's gesproken, dingen waar je tegenaan loopt, maar niet vanuit een boek of niet vanuit dingen, maar gewoon de bikkelharde praktijk. En we weten nu hoe het afgelopen is, maar toen ik daar onderweg was, wist ik dat niet. Dit is de grootste les die ik geleerd heb. Onzekerheid is vele malen erger dan slecht nieuws. Slecht nieuws blijken is duidelijk. En als je duidelijk bent, kan je werken aan oplossen. Ik heb wel een stelling voor u. En dat geeft zelf even de relativering weer van mijn hele verhaal. Resultaat is vooraf niet voorspeld. Achteraf kan iedereen fantastisch verklaren. Hoe het dan in elkaar zit, hoe het zit. En dus past alle mensen eigenlijk wel een vorm van bescheidenheid. Want dit is elke dag, dit zijn journalisten ook. Die gaan dan zitten wachten tot een bal binnen een bepaalde invloed zegt dat wij de weg kwijt zijn. Dit soort dingen, maar dat geldt ook voor mij.
Dank u wel.